Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu jaaroverzicht van 2018. In de komende 50 minuten blikken we terug op het jaar. Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, de ijsbaan, Kjeld Nuis en IKEA in Leiderdorp. ...2018 stond in de Leidse regio in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Niet alleen de verkiezingen zelf, maar ook de nodige politieke verschuivingen daarna. Want er is nogal wat veranderd in de Leidse regio. Leiden verschoven een flink stuk naar links, Voorschoten ook maar iets minder. Leiderdorp koos lokaal en in Zoeterwoude kregen we een nieuwe partij bij. En in Oegstgeest kregen VVD, Progressief Oegstgeest en CDA de macht. En op de dag zelf moet de burgemeester natuurlijk de stembureaus langs om te controleren of alles in orde is. In Leiden ging dat zo. We zijn er vroeg bij vanochtend en er zijn een heleboel mensen al vroeg in touw om alles op orde te krijgen. Want het is echt een enorm geregel, maar alles staat klaar. De stembureaus zijn bemand en de eerste stemmen zijn alweer uitgebracht. In Zoeterwoude was het kleinste stembureau. Burgemeester Bloemen ging kijken of daar alles onder controle was. Jullie zijn met z'n vijven, hè? Ja. Dus met z'n vijven over de hele dag verdeeld. En dan kunnen ze ook tellen, zelf doen. We zijn met z'n allen samen de baas. En dat kan je dus één keer in de vier jaar tonen door hier naar de gemeenteraadsverkiezingen te komen. En ook die andere verkiezingen te doen natuurlijk. En dan is het wachten op de uitslag. Hopen, winnen, verliezen, verdwijnen, verdubbelen. Het zijn maar cijfers, maar wel cijfers die voor de mensen op de stemlijsten de komende vier jaar een hoop bepalen. En dan is het best lekker als je verdubbelt. Ja, waanzinnig. Twee keer zoveel. Als dit zo blijft, dan is dat voor GroenLinks Leiden een legendarische uitslag. Zo simpel is het. In Zoeterwoude won de VVD net niet een derde zetel. Dat scheelde 11 stemmen, maar toch genoeg om een hertelling aan te vragen. En dat gebeurde. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Nou, er zijn twee mogelijkheden van hertelling. Dat is door het Centraal Stembureau, omdat je denkt dat er onregelmatigheden zijn geweest. Dat hebben we op vrijdag, was daar geen aanleiding toe. En vervolgens heeft gisteren de gemeenteraad, dat is de tweede manier, besloten om het toch te laten hertellen. Mocht er toch verschillen in zijn ontstaan, dan zijn de gevolgen groot. We gaan nieuwe processen verbaal maken met de verschillende cijfers. Dat wordt dan in het systeem ingebracht. En dan zou het kunnen zijn dat de restzetel naar de VVD gaat. Daarna was het voor de grootste partij het doel om een coalitie te vormen. Zoeterwoude was er als eerste uit. Progressief Zoeterwoude en het CDA zetten vol in op duurzaamheid en woningbouw. Ik ga vooral me bemoeien met duurzaamheid. Energietransitie is een belangrijke. Ik zit voor een deel in het sociaal domein. Het Groene Hart, daar ga ik het Groene Hartbeleid, daar ga ik me mee bemoeien. En zo nog een aantal dingen meer. Speerpunten die in het coalitieakkoord zijn opgenomen, dat is wonen voor senioren, maar zeker ook voor jongeren en voor starters. En daarnaast gaat er op het gebied van omgeving met de omgevingswet behoorlijk wat veranderen. Dus ook daar wil ik een bijdrage aan leveren, onder andere met de participatie. Er werd ook nog afscheid genomen van Kees den Oude, die 8 jaar lang wethouder was van zijn dorp. Ik heb het A heel erg leuk gevonden. En B, ja, ben toch wel redelijk tevreden over hoe het gegaan is en wat we hebben kunnen doen de afgelopen jaren. In Leiderdorp werd de lokale partij Leiderdorp de grootste. Samen met VVD en het CDA gaan ze het dorp besturen. Bestuurlijke toekomst, wonen, verkeer en sociaal domein zijn belangrijke thema's. De belangrijkste punten, nou laat ik beginnen met Leiderdorp zelfstandig. We hebben duidelijk afgesproken dat we in deze komende periode geen stappen zullen zetten die leiden tot een visie. Toch wordt er nog wel gekeken naar de bestuurlijke toekomst van Leiderdorp. We gaan een onderzoek doen, zoals de vorige raad al heeft besloten, naar de bestaande samenwerkingsverbanden, de zogenaamde lichte samenwerking. En we doen een paar jaar later een onderzoek naar de voor- en nadelen voor Leiderdorp van een mogelijke fusie. Een ander opvallend punt in het coalitieakkoord is dat het project Sterrentuin voorlopig on hold wordt gezet. In de Sterrentuin zouden het sociaal team Leiderdorp, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugd- en Gezinscentrum een plek moeten krijgen. Nou is helaas gebleken dat de kosten van het hele project aanzienlijk hoger zouden kunnen worden als we dit zo doorzetten. Dus wij hebben nu in de coalitie afgesproken dat we gaan onderzoeken of er een alternatieve locatie kan zijn waarin die welzijnsorganisaties samen kunnen gaan werken. Het coalitieakkoord wordt nu eerst nog voorgelegd aan de inwoners voor inspraak.
zeggen wat ze ervan vinden, wat ze nog willen toevoegen. Of ze zeggen, nou, dat mag absoluut niet. En iedereen krijgt ook, dat duurt een week, tot de hele volgende week nog. En dan zullen wij dat bekijken. En iedereen krijgt antwoord, ook omkleed met argumenten waarom iets wel wordt overgenomen of niet. Leiden stemde links. En dat is terug te zien in het coalitieakkoord. D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid zetten in op duurzaamheid, betaalbare woningen en het autoluw en autovrij maken van de binnenstad. Daarbij gaan de belastingen flink omhoog. Deze coalitie die gaat heel erg inzetten op duurzame stad. De vergroening van de stad. Waar iedereen aan het werk kan. 30% sociale woningbouw. Dat we ook gaan inzetten echt tegen de segregatie, tegen de tweedeling. Leiden heeft een nieuw college. Er is een akkoord tussen D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Met een duidelijk links geluid. Ik zou zeggen lekker links-liberaal, zou ik zeggen. Progressief, zeker. Veranderingsgezind. Open en ook met de mensen in de stad samen. Ja, dat je dat dan links noemt, daar zitten wel punten in die, waar wij in ieder geval heel blij mee zijn. Maar de belastingen, die gaan wel omhoog. De OZB gaat omhoog. En de riool- en afvalstoffenheffing die nemen het ook toe. Ja, wij vinden dat verantwoord omdat we ook willen blijven ontwikkelen. Omdat er grote opgaven zijn voor de stad. Ook wat betreft energietransitie, klimaatadaptatie. En wij denken dat het verantwoord is om daarin te investeren. Want als je het niet doet, wordt namelijk de rekening straks nog veel hoger. Over deze belastingverhoging zijn de onderhandelingen met de VVD eerder stuk gelopen. En zo kon de coalitie over links er komen. Met de Partij van de Arbeid dus. Dat klopt, dat is nog steeds, ik ben er inmiddels wel weer een beetje aan gewend hoor, maar de eerste dagen nadat wij weer, nadat we gevraagd werden, weer mee mochten gaan praten en formeren, was het even wennen weer, maar wel een leuke verrassing. Ik ben er heel blij mee en ik heb ook heel veel zin in. In Voorschoten kiest het nieuwe college van VVD, GroenLinks en D66 voor samenwerken in de Leidse regio. Zelfstandigheid en het behouden van voorzieningen zonder extra schulden. Dankjewel. Vanmorgen hebben VVD, GroenLinks en D66 het coalitieakkoord in Voorschoten ondertekend. De drie partijen gaan de komende 4 jaar Voorschoten besturen. En wat betekent dit dan voor het dorp volgens de naar alle waarschijnlijkheid toekomstige wethouders? Ik denk de grootste vraag van de inwoners, het zwembad. Ja, dat blijft. En dan gaan we keihard werken. Nou, dat is een van de onderwerpen waar we ook alle drie mee de verkiezingen zijn ingegaan. Een belangrijk onderwerp ook van de VVD geweest. Dat wij willen gaan kijken hoe kunnen we het zwembad nog uitrusten met andere kostendragers. Die ook geld opleveren. Bijvoorbeeld het combineren met een sportcentrum. Of met een gezondheidscentrum. Kijken hoe we nu alle sportverenigingen in Aardegeest meer met elkaar kunnen verbinden. En het zwembad er ook een centrumrol in kunnen geven. Dat is voor ons betreft de belangrijkste opgave voor nu. We wachten ook de uitkomst van de taskforce zwembad af. Waar die mee gaan komen. Maar we hopen dat we hier met een hele sterke richtingwijzer hebben om het zwembad te houden. Het cultureel centrum gaat wel dicht. Dat gaan we herontwikkelen. Het cultureel centrum is ook toe aan vervanging. Maar we willen heel graag kijken of we het cultureel centrum kunnen combineren met de bibliotheek. En wie weet ook nog met een andere functie, bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. Nou, ook kiest Voorschoten voor de Leidse regio in plaats van de Haagse. Kijk, de hoofdbeslissing die we willen nemen is, of die we eigenlijk in het akkoord hebben genomen, we gaan de koers verleggen naar de Leidse regio. Dat is het hoofdpunt. En als jij dan vraagt hoe gaat het precies, dan zeg ik dat ga ik vandaag niet vertellen. Dat gaan we op een ander moment vertellen als we dat ook goed besproken hebben. Wordt vervolgd? Ja, wordt vervolgd. De kinderboerderij blijft open, maar zal het wel met wat minder geld moeten doen. Er is afgesproken bij de begroting, die ook nu nog geldt, dat er een aanzienlijk minder subsidie naartoe gaat. De insteek is, de kinderboerderij blijft open, of een kinderboerderij blijft in ieder geval open. En hoe we dat gaan aanpakken, dat gaan we uitwerken. Dus er komt nog een uitwerkingsakkoord en daarover gaan we ook overleggen. Dus daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. In Oegstgeest gaan VVD, Progressief Oegstgeest en het CDA voor groen, sterk en betrokken. De schuld gaat omlaag, maar de belastingen omhoog. Onder andere een aantal maatregelen op het gebied van verkeer wat jullie niet gaan doen. Wat gaat de Oegstgeestenaar daarvan merken? Ja, voor juist het mobiliteitsplan, daar stond eerst 6, 7 miljoen voor aan plannen in het plan. In de begroting stond 2,8 voor geraamd. Nou, daarvan hebben we gekeken welke projecten zijn er echt nodig en welke projecten zijn minder nodig. Die hoeven we niet nu te doen, misschien later of helemaal niet. Nou, onderdeel daarvan is bijvoorbeeld herinrichten van de Kempenaarstraat, is één van die dingen. Nou, dat is redelijk recent, is dat herinricht. We dachten van nou, dat kan wel even wachten. Dergelijke projecten daarvan zeggen van nou, die heeft nu even geen prioriteit. Ook in het licht van het feit dat we die schuld naar beneden willen. Wij willen terug van 51 miljoen in 2020 naar rond de 40, 45 miljoen in 2025. Ja. En hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?
Minder uitgeven, minder ambitie. Dus hele grote infrastructurele projecten. Ja, daarvan moeten we zeggen, dat kan niet morgen. Misschien over 1 of 2 of 3 jaar. Dus echt keuzes maken. Progressief Oegstgeest heeft vooral ingezet op duurzaamheid. En dat is te merken in het coalitieakkoord. 285.000 per jaar voor onder andere de ambtelijke organisatiecapaciteit en de uitvoering, maar ook het maken van plannen, bijvoorbeeld de klimaatstresstest, warmtevisie. Daarbovenop komt er nog eens 3 ton voor een revolverend duurzaamheidsfonds. En alles wat we als een sluitende business case kunnen maken, kunnen we inzetten op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Maar er gebeurde meer in 2018. Zo hadden we de busstakingen, die zorgden voor problemen in de regio. De ambtsketen van burgemeester Lemferink verdween spoorloos. Maar ook bleek de gemeentelijke e-mailserver hartstikke onveilig. Burgemeester Lemferink stuurt via de gemeentelijke e-mail een mail aan de pers. Tenminste, zo lijkt het. In werkelijkheid is deze mail het werk van de redactie van Unity.nu. Het is eigenlijk heel makkelijk. Iedereen met een beetje verstand van internet en die een beetje kan googlen, die komt op websites waar je anoniem e-mail kan sturen vanuit diverse domeinnamen. En dat is eigenlijk makkelijk te beveiligen, alleen de gemeente Leiden die doet dat niet. Volgens IT-deskundigen is het probleem eenvoudig te verhelpen. Op zich kun je net als in de offline wereld zeg maar altijd e-mail versturen namens een ander. De vraag is alleen, is een mailprogramma of een mailserver in staat om te checken of de afzender wel een legitieme afzender is? En daar zijn heel veel mogelijkheden en middelen voor, als je het goed instelt. En dat heeft de gemeente Leiden dus niet gedaan. Daarin is Leiden niet uniek, want het onderzoeksprogramma Follow the Money ontdekte vorig jaar dat ook de domeinnaam van de Tweede Kamer slecht beveiligd was. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat burgers en de journalistiek natuurlijk ook ervan op aan kan dat als ze mail ontvangen dat de afzender daadwerkelijk de afzender is. Dus als organisatie heb je wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de zaken die je kunt organiseren, dat je die ook organiseert. Na een snelle online check is te zien dat in het uitzendgebied van Unity alleen Voorschoten digitaal goed beveiligd is. In de loop van het jaar werd de beveiliging van de e-mailserver opgeschroefd. Dan 3 februari, een flinke brand in een daklozenopvang in Leiden. Een slachtoffer overlijdt ruim een week later in het brandwondencentrum. Bij een uitslaande brand in sociaal pension De Binnenvest aan het Moorspad in Leiden zaterdagavond een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer is door de brandweer uit het brandende pand gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is brand ontstaan hier in een van de kamers van de daklozenopvang aan het Moorspad. Op zich was het niet zozeer een flinke brand, maar het is vooral een flink aantal bewoners wat daarna natuurlijk uit het pand moest en waarvoor we nu opvang aan het regelen zijn. De brandweer krijgt een automatische brandmelding binnen en schaalt al vrij snel op naar een grote brand. De brandweer laat weten dat door de rookschade de bewoners niet thuis kunnen slapen. Ambulancepersoneel heeft het zwaargewonde slachtoffer met grote spoed naar het nabijgelegen LUMC gebracht. 4 andere slachtoffers zijn ter plekke behandeld. Overige bewoners zijn door hulpverleners warm gehouden. Daarna is een locatie gezocht voor tijdelijke opvang. 2018 is ook het jaar van feest. Zo trapt het COC in februari 50 jaar homobeweging af in het stadhuis. Wie is er bang voor homo's? Tigo! Het gebeurt nog steeds, hè? Scholieren die uit de kast komen worden 4 keer vaker gepest dan scholieren die niet uit de kast komen. Ze zwijnen vaker. Ze eten slechter, drinken vaker alcohol, ze gebruiken vaker drugs, ze denken vaker aan zelfmoord en ze plegen vaker zelfmoord. In een bomvolle burgerzaal van het stadhuis heeft het COC Leiden donderdagavond haar jubileumjaar afgetrapt. 50 jaar geleden werd de Leidse homobeweging opgericht en dat moest natuurlijk gevierd worden. Om 7 uur was de officiële opening van het jubileumjaar door wethouder Roos van Gelderen. De Henk van Putten Emancipatieprijs ging naar Paul de Leeuw en de andere oprichters van de Leidse studentenwerkgroep Homoseksualiteit in 1968. De vrijwilligersprijs is toegekend aan het horecateam van het COC. Ze zorgen ervoor dat het thuishonk aan de Leidse Langegracht blijft draaien. En het Katwijkse raadslid Gijsbert Schrijvers kreeg de Henk van Putten aanmoedigingsprijs. Het raadslid van Hart voor Katwijk kreeg de prijs vanwege zijn inzet om de regenboogvlag op Coming Out Dag op het gemeentehuis te laten wapperen. En dat is niet gelukt, maar met heel veel passen en meten hebben we het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen om de vlag te laten wapperen bij de rotonde van het gemeentehuis. Daarom vieren we het ook. We hadden 2 van de oprichters van de Leidse studentenwerkgroep Homoseksualiteit hier. De andere 2 zijn ondertussen helaas overleden. In 1968 was het nog echt wel een dingetje om uit de kast te komen en iets te organiseren.
als homo-studentclubje. Ook op het gebied van sport valt er wat te vieren. Onze eigen Kjeld Nuis wint goud op de Olympische Spelen. En dat is prachtig om te zien. Niet alleen Kjeld wint, ook Jeroen Kampscheur uit Leiderdorp bij de Paralympische Spelen. Dit is hem. Is die echt zo zwaar? Hij is heel zwaar. Hij is heel zwaar. Nee. Hij is een halve kilo ongeveer. En dit is gewoon de mooiste kleur, toch? Goud dus. En uiteraard is dit de mooiste in de prijzenkast van Jeroen. Maar hij is ook blij met de zilveren speld die hij donderdagavond kreeg uit handen van burgemeester Laila Driessen. Ja, hier blijkt weer gewoon dat je weer iets bijzonders hebt gedaan. Dat is gewoon leuk. En de huldiging was een mooi feestje. Gewoon lekker gevierd en genoten van de gouden medaille weer. Ja. Nu zie je het laatste steile deel komen. En ja, hier ging gewoon als een malle leuk doorheen. Ik ben wel heel blij, maar er komen nog twee gasten aan die ook wel een goede slalom kunnen skiën. Alleen 4 seconden is wel heel veel. Dus ja, het was een drukke periode, maar wel met heel veel emotie en veel dingen, veel media, aandacht ineens. Weet je, je gaat toch van iemand die bijna niemand kent en dan kom je hier en daar in een uitzending en zit wel in een rollercoaster. En we blijven nog even bij de sport. Wethouder Paul Dirksen in Leiden moet zich een jaar lang moeilijk manoeuvreren als hij de regiogemeente vraagt om extra geld voor een langere ijsbaan in de stad. Niet 250 meter, maar 333 meter moet er komen. Ondanks keiharde inzet van de schaatsvereniging en politieke lobby mislukt het plan. Draagvlak is er te weinig in de regio. En dus moet wethouder Dirksen zeggen dat het toch niet helemaal gaat lukken. Wat ik gewoon zo heel graag wil in de sport is dat we nou een keer wat gaan doen. En die ijshal is meer dan 40 jaar oud. Dat zwembad is al uit begin jaren 90. Die topsporthal die viert dit jaar zijn 50 jaar bestaan. Laten we nou onze knopen tellen en gewoon investeren in nieuwe, eigentijdse, meer ijsbevattende faciliteiten. En laten we stoppen met verder te denken dat het misschien nog wel iets langer kan, maar laten we gewoon gaan starten. Wij hebben natuurlijk gekeken naar, stel nou dat je variant 333 meter zou doen, wat kun je dan nog in de punten die hier in het amendement worden genoemd, wat zou je dan nog kunnen vinden? En ik lees allerlei zaken over leisure, over eventueel kantoren. Nou, dat zijn natuurlijk zaken over eventueel dat het dan meer verhuurd zou worden. Eén ding is zeker, een 333 meter baan zal meer inkomsten opleveren, maar ook meer kosten. Daar heb je geen winst aan. Eén ding is ook zeker, de overheid, de gemeente, en dat wilt u ook niet, wij zijn geen commerciële verhuurder van ruimtes. Kan ook niet in het bestemmingsplan wat daar van toepassing is. En dus je kan daar hooguit maatschappelijke organisaties onderbrengen en dan weten we allemaal dat dat tegen een schappelijk huurtarief moet. Dus wij hebben echt bewust gekozen om in alle rekenmethodes die we hier doen rondom deze projecten geen wishful thinking in te bouwen en zeggen, nou, als we daar misschien wat fitnessruimtes of kunnen onderbrengen, dan kunnen we alvast wel een voorschot opnemen. Nee, dat willen we nou juist niet doen. We willen hem gewoon clean halen. En dat is ook de reden dat we dit amendement ook dus niet kunnen omarmen. Oegstgeest wordt dit voorjaar neergezet als een rijke luisdorpje met een welstandsprobleem. Het kledingwinkeltje DOS met een felrode pui moet op straffen van een dwangsom de rode kleur verwijderen. Het schijnt een welstandsexces te zijn. Rood is het winkeltje overduidelijk. Een bewuste keuze van de eigenaars, want een nieuwe zaak moet opvallen, vinden ze. Het is een beschaafde kleur rood. Nou, je ziet dat de kap is aangepast. Mensen zijn heel erg enthousiast over de kleur, alleen maar positieve reacties. Op misschien 2 of 3 na van mensen zeggen ik hou niet van rood. Dat kan. Maar nee, alleen maar positieve reacties. Wij balen hier ontzettend van. En ook de buurman van DOS verbaast zich over het relletje rond de winkel. Zijn er eigenlijk winkeliers in de straat die er echt moeite mee hebben? Ik heb er niks van vernomen en iedereen is wel positief omdat het gewoon lekker de straat wel behoorlijk opfleurt. Maar daar denkt de vereniging Oud-Oegstgeest dus heel anders over, want die diende een klacht in bij de gemeente.
En die vindt weer dat de kleur een grove inbreuk maakt op wat gebruikelijk is in de straat. Dat een vereniging Oud Oegstgeest zich daar zo druk over maakt en dat zo snel bij de gemeente aankaart en dat er zo snel reactie wordt ondernomen terwijl iemand met een bouwvergunning een jaar bezig is, dan vind ik dat heel kort door de bocht. Men praat over een traditionele kleur. Wat is een traditionele kleur? Rood is in onze optiek een traditionele kleur. Nederland rood, wit, blauw. Hoe traditioneel wil je het hebben? Wat is het bezwaar daarin? Geef ons aan welke kleuren dan per se niet mogen, zodat we niet weer in de fout gaan. Dat is tot op heden niet gelukt. De verfbeurt staat nu gepland voor 6 mei, maar de nieuwe kleur is dus nog even een vraagteken. En de winkel is inmiddels niet meer rood. Maar ook bomen blijven een hot topic in de Oegstgeest. Vindt u van de kap, mevrouw? Schandalig. Eén woord, schandalig. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja? Ja, het is onnodig. Eén van de mooiste stukjes van Oegstgeest. En nou is het weg. Van de houtwal in Haaswijk is niet veel over. De gemeente Oegstgeest heeft er vorige week een groot deel van de bomen gekapt. En dit leidt tot veel verzet in de wijk. We zijn hier op een koude dag gekomen om te verhoeden dat er nog meer schade wordt toegebracht aan de leefomgeving hier. Namelijk het kappen van alle bomen die hier in een tijdsbestek van 30 jaar tot wasdom zijn gekomen. De gemeente Oegstgeest laat in de reactie weten dat het vooral gaat om onderhoudswerkzaamheden. Noemen ze dit onderhoud? Ik noem dit oorlogsgebied. Onderhoud is iets heel anders dan het rücksichtloos kappen van het geheel. Ja, als ik mijn huis onderhoud, sloop ik het ook niet. Precies. Nee. Ook de politiek bemoeit zich met de bomenkap. Donderdagavond heeft de gemeenteraad wethouder Jos Groeven opgeroepen zo snel mogelijk te stoppen met het kappen van bomen in Oegstgeest. De motie heet de Kappen met Kappen en die is ingediend door de fractie van Pro, de fractie van Lokaal, de fractie van D66 en de fractie van het CDA. En die is unaniem gesteund. Nee. Dus die kan het college niet naast zich neerleggen. De nieuwe wethouder, Houri Sahin, werkt keihard om problemen met bomen te voorkomen. De bewoners, die blijven kritisch meekijken. Wat wel goed gaat in het dorp is het dorpcentrum. Het verouderde pand moest vernieuwd worden en daar werd een crowdfunding voor opgestart deze zomer. Dat lukte. Eind november kon het nieuwe pand open. Goed, nou, het aardige van dit kunstwerk is dus dat het ontmoeting en verbinding is. Maar hij kan ook nog eens een keer omhoog. En dat betekent dat we een prachtige verbinding krijgen tussen de hal en de grote zaal. Hij gaat nu langzaam omhoog. Dat is ook nog een hele klus geweest. Want er zit aan twee kanten een gewicht. En we hadden allerlei zware houten elementen eraf gehaald. En toen was het gewicht helemaal zoek. Dus hij schoot als een pijl omhoog. Toen hebben we daar gewicht uit moeten halen. En nu gaat het dus op een keurige manier omhoog. En de deur staat letterlijk voor iedereen open in het nieuwe dorpcentrum. Het was niet mogelijk geweest zonder de hulp van bewoners van Oegstgeest en natuurlijk de crowdfunders. Mensen konden gewoon geven als ze het wilden. Er is heel spontaan op gereageerd met tientjes, maar ook met duizenden euro's. En we hebben een veiling gehouden waar echt honderden kavels binnengebracht werden. Hard verwarmd. Het was zo vreselijk leuk. Is er veel veranderd in het vernieuwde dorpcentrum? Dat is de bedoeling van het dorpcentrum. Ontmoeting en verbinding. Dus daarom hebben we alles gesloopt. Je ziet het hier ook. Alle leidingen zijn vernieuwd. Het is echt gigantisch aangepakt. Het was ook een jaren van voorbereiding die we hebben gehad in de ontwikkelingsvisie. Toen zijn we aan het voorbereiden geweest van de echte verbouwing. En die hebben we in 3 maanden gedaan. En dat is allemaal gegaan binnen de planning en binnen het budget. Het vogelasiel kan 2018 beschouwen als een rampjaar. De coördinator van het vogelasiel kreeg het dringende medische advies om haar werkzaamheden neer te leggen. 44 jaar geleden begon zij het vogelasiel op privéterrein, maar vervanging werd niet gevonden. De dierenambulance zit ook in zwaar weer. Te weinig geld vanuit gemeenten en een groot tekort aan vrijwilligers. Zonder vrijwilligers, ik red dit niet in mijn eentje. En we hebben echt mensen nodig die van vogels houden, maar zich ook realiseren dat ze met wildbeheer bezig zijn. Dat wil zeggen dat de vogels niet er zitten om geknuffeld te worden, maar zo snel mogelijk weer gezond naar buiten moeten. En zijn er nog eisen waar een vrijwilliger aan moet voldoen? Redelijk stressbestendig. En we zijn erg van de rust, reinheid en regelmaat. Dus het is de zaak. Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. Dus vaste diensten in de week is mooi. En nu hebben we ook gewoon mensen nodig die zich kunnen
toeleggen echt op het voeren en het schoonmaken van de hokken. In Leiderdorp is deze zomer consternatie om de afsluiting van de Stierenbrug. Een belangrijke verkeersader door het dorp. Vooral de ondernemers in het dorp zijn boos. Flinke drukte vanochtend bij de afslag richting Leiderdorp. Want wie hier vanaf de A4 via de Stierenbrug Leiderdorp in wil, komt bedrogen uit. De brug is afgesloten en alleen de bus en de hulpdiensten mogen er nog overheen. Het oude dorp is vanaf dit punt alleen nog via een flinke omweg door Leiden te bereiken. Nou, dat was een krim, dus ik moest helemaal omrijden. Daar heb ik bijna een dikke uur over gedaan. U wist van niks? Ik wist van niks. Dus dat was wel heel slecht. Ook ondernemers klagen over de afsluiting van de brug. Het dorp zou zo'n beetje onbereikbaar zijn geworden. We merken heel veel uit Leiden, Zoeterwoude, dat het lastig is. Zeker mensen, oudere mensen, die gewoon niet kunnen lopen met een kapotte fiets. Dus daardoor moet ik ophalen en steeds over de A4 of binnen het dorp via de LWI-brug. En dat is gewoon, zeker overdag, gewoon bijna niet te doen. Sta je gewoon een uur is niks dat je in de file staat. Bovendien vindt de Leiderdorpse ondernemersvereniging dat de werkzaamheden veel te lang duren. Bereikbaarheid is gewoon heel belangrijk en die wordt even voor 6 weken onderbroken. Dat is lang, hè? Dat is heel lang. Als je binnen 6 weken kennen ze de hele A10 in Amsterdam kennen ze vernieuwen. En hier doen we er ook 6 weken over van één kruispunt. De ondernemersvereniging wil nu een spoedoverleg met de gemeente om te kijken of de schade nog beperkt kan worden. Nee, ondernemers die zijn hier niet blij mee, in heel Leiderdorp niet. Dit is gewoon een missen van het college en BMW geweest. Dit had gewoon eerder gecommuniceerd moeten worden in het overleg met het LOV en met iedereen. Aan de andere kant van het dorp komt toch niet een IKEA. Ja. Het moest het pronkstuk van toenmalige wethouder Kees Wassenaar worden. Maar de IKEA wil toch niet. Tenminste, niet nu. Dit terrein langs de A4 in Leiderdorp blijft voorlopig dus nog een tijdje braak liggen. Want deze blauw-gele blokkendoos komt er dus niet. IKEA wil namelijk niet meer investeren in de grote woonwarenhuizen zoals we die nu kennen. Dat is een grote verandering van richting. Want we zijn natuurlijk al heel lang bezig met plannen op de verschillende locaties. Dat is inderdaad een grote verandering. Betekent dat dan ook meteen dat er in Nederland minder van die geel-blauwe blokkendozen komen te staan? Wellicht in de toekomst wat kleinere blokkendoosjes op andere locaties. Een van de redenen van de wijziging van de expansiestrategie is dat we ons meer op binnenstedelijke gebieden willen richten. Hoewel sommige Leiderdorpers bang zijn voor een verkeersinfarct met de komst van IKEA, overheerst toch de teleurstelling. Ja, heel jammer. Ja. Waarom jammer? Lekker zo'n IKEA in de buurt. Nu dacht ik, nu komt er een IKEA dichterbij. Lekker in Leiderdorp, kunnen we op de fiets. Wat jammer. En de wethouder, die 10 jaar aan het dossier werkt, krijgt op zijn laatste werkdag te horen dat de deal toch niet doorgaat. In een verklarende mail die ik daar om 4 uur over heb gekregen, daar zegt men in dat de zeer recente wijzigingen in het investeringsbeleid en de investeringsstrategie daar aanleiding toe geven. Ja, voor mij is het een beetje een dooddoener. Ik begrijp het niet. Hebben jullie wel een stuk grond in Leiderdorp gekocht? Dat is jullie eigendom. Wat gaat daarmee gebeuren? Hele goede vraag. Daar hebben wij het antwoord nog niet op. En dat antwoord willen we gaan onderzoeken de komende tijd. En dat gaan we samen met de gemeente Leiderdorp doen. Ja, daar gaan we binnenkort mee rond de tafel. De Rijnlandroute krijgt dit jaar echt vorm. De weg waar al decennia over gepraat wordt, is nu echt zichtbaar in de regio. Het hele jaar wordt er gebouwd. Eerst de aansluiting tussen Leiden en Wassenaar, daarna bij de aansluiting bij de A4. Hoe de weg gaat lopen is steeds beter te zien, zeker vanuit de lucht. Hier zien we hoe de contouren van de nieuwe weg vorm krijgen aan de kant van de A4 ter hoogte van de Vlietlanden. Kijk, als je hier naartoe loopt, dan zie je dus de inrit van de tunnel. Maar 2019 wordt in dit gedeelte de boor opgebouwd. De boor is 11 meter doorsnede en 80 meter lang. Dit uitgangspunt dient ervoor dat de mensen die komen kijken exact kunnen zien waar wij mee bezig zijn. Hier gaat de tunnelboor dus de grond in om vervolgens aan de andere kant van Voorschoten ter hoogte van de Stevenshof weer boven de grond te komen. Hier zien we de A44 bij het Valkenburgse Meer en draait de camera richting de uitgang van de tunnel. Nou, ik laat jullie nu even de tunnelboormachine zien. We hebben daar een grote maquette van. Dit is de fabriek onder de grond die straks de tunnel in de N434 gaat boren. Het is een van de dingen die je kan zien in het gloednieuwe informatiecentrum over de Rijnlandroute, vlakbij recreatieplas de Vlietlanden. We volgen natuurlijk ook een aantal belangrijke mijlpalen, zoals volgend jaar de start van het boorproces, wat mensen hier vanaf het uitkijkpunt goed kunnen zien.
En zo is er eigenlijk in de hele loop van het project zijn er allerlei interessante mijlpalen die vanaf hier gevolgd kunnen worden. We verzorgen hier ook rondleidingen, ook over het projectgebied. Dus er is van alles te zien en te horen en te beleven. De verwachting is dat de Rijnlandroute in 2022 helemaal klaar zal zijn. Inmiddels is ook het knooppunt Transferium op de schop. De McDonald's die daar staat is gesloopt en verhuisd. Een grote zedenzaak in het Leidse waterpolo wordt deze zomer groot landelijk nieuws. Koen P. wordt opgepakt voor ontucht met minderjarige meisjes. Koen P., de Leidse waterpolo-coach die vastzit op verdenking van ontucht met twee jeugdspeelsters, had nog geen verklaring omtrent gedrag ingeleverd bij de club. Het nieuws over zijn aanhouding is bij de club ingeslagen als een bom. Zo'n verklaring omtrent gedrag, een VOG, is niet verplicht, maar de overheid adviseert sportclubs wel om ernaar te vragen bij trainers, begeleiders of verzorgers binnen de club. Een VOG toont aan dat iemand bijvoorbeeld niet eerder is veroordeeld voor seksueel misbruik. Het nieuwe bestuur van ZVL was juist bezig dit te regelen binnen de club. Iedereen binnen de vereniging die een kaderfunctie heeft, moet een VOG aanleveren. Ook nu het nieuwe bestuur, daar zijn we nu mee bezig. Dit kaderlid was recent aangesteld om Heer 1 selectie te gaan coachen, te gaan trainen. Dus dat zat nog in de pijpleiding. Antwoord op uw vraag, dat heeft hij op dit moment een VOG aangeleverd? Nee, dat had hij niet. Maar we waren daarmee bezig. Overigens is Koen P. voor zover Omroep West heeft kunnen nagaan niet eerder veroordeeld voor bijvoorbeeld ontucht. De 32-jarige waterpolo-coach heeft een lange staat van dienst. Als speler is hij erg succesvol en bereikt hij de top van het Nederlandse waterpolo. Door een schouderblessure stokt zijn carrière en gaat P. als coach aan de slag in Leiden. Met het damesteam wordt hij in 2014 voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen. Nu is hij verdacht in een ontuchtzaak die veel onrust bij zijn club veroorzaakt. Het is natuurlijk ingeslagen als een bom. Het is afgrijzelijk nieuws. Het is natuurlijk een heel, heel gevoelig onderwerp. En ook omdat je als bestuurder je niet alle informatie kan geven en de hang naar informatie erg groot is, is er ook heel veel onrust. En ik begrijp het, maar het heeft enorm veel impact. Binnen de club is dus veel onrust, maar de voorzitter kan en mag nog weinig vertellen. We hebben nu twee berichtgevingen naar alle leden verzonden. En ik probeer ook de pers zoveel mogelijk te woord te staan om daar wel zo binnen de mogelijkheden om zo open en transparant te zijn. We hebben natuurlijk ook onze vertrouwenspersoon hebben naar voren geschoven. We hebben echt heel duidelijk gecommuniceerd hoe die te bereiken is. Maar we kunnen inhoudelijk, hangen het onderzoek, kunnen we geen meer informatie geven. En ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft. Later stapelen de aangiftes zich op en melden meerdere bronnen dat Zwembond KNZB en de Leidse Waterpoloclub ZVL de coach jarenlang zijn gang hebben laten gaan. Dat terwijl ze signalen kregen dat hij ontucht pleegde met jonge meisjes. Volgend jaar gaat de rechtszaak verder. In Leiden wil de gemeente een totaalverbod op vuurwerk. Een vuurwerkvrij oud en nieuw in Leiden is een stap dichterbij nu de gemeente van minister Grapperhaus zelf een vuurwerkverbod mogen instellen. Deze zomer koos een meerderheid in de gemeenteraad voor een algeheel verbod. Maar op straat wordt toch getwijfeld aan de haalbaarheid daarvan. Ook Joost Bleij van het CDA voorziet problemen met het handhaven. Je kunt een vuurwerkverbod heel lastig handhaven in de stad. Daar heb je ook heel veel capaciteit voor nodig. Dat ga je aan politieagenten vragen. En die gaan we dan tijdens al een heel druk moment in het jaar, gaan we die nog eens met een boek onder hun arm de stad insturen om allerlei dingen te handhaven, inclusief een vuurwerkverbod. Nou, ik denk dat ze daar de capaciteit op dit moment echt niet voor hebben. Maar Martine van Schijk van de Partij voor de Dieren denkt dat dat nog wel zal meevallen. Ja, dat hoor je heel vaak. Hè. We kunnen het niet handhaven, het vraagt te veel capaciteit. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk gewerkt met vuurwerkvrije zones, waarbij de burgemeester van tevoren al had gezegd, we gaan het niet handhaven. En toch heb je gezien dat het werkt. Mensen willen zich namelijk best wel aan de regels houden, ook als ze weten dat ze niet meteen een bekeuring krijgen. Een alternatief voor het vuurwerkverbod is een grote vuurwerkshow in het centrum van Leiden. Zoals nu ook bijvoorbeeld in Den Haag al een paar jaar wordt georganiseerd. Maar Dorien Verbree van de VVD heeft zo haar twijfels. Een vuurwerkevenement geeft net zo goed geluidoverlast en geeft ook dierenleed. Terwijl je ondertussen de mensen die het leuk vinden om samen in hun wijk, samen met hun buren, iets af te steken, dat plezier ontneemt. Met een lasershow kan je dat wellicht ook weer ondervangen. Je kan ook denken aan feesten in de wijken. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen midden in de nacht op 31 december naar het centrum wil gaan op zijn fiets.
Maar of dat vuurwerkverbod er volgend jaar al komt, is nog maar de vraag. Het is bijvoorbeeld de vraag hoe zo'n verbod dan gehandhaafd moet gaan worden. En het kost simpelweg te veel. De gemeenteraad van Leiden buigt zich er volgend jaar, 2019, nog een keertje over. 2018 was ook het jaar van het verdwenen fietspad. Het fietspad bij de Zijlbrug om precies te zijn. Die brug werd aangepast en het fietspad verdween. Dat tegen het verkeerde been van de bewoners. Die wisten van niks. En ook de gemeenteraad wist het niet. Klaarblijkelijk was het college even de spelregels vergeten. Dat op deze fase in de besluitvorming op basis van een kaderbesluit je helemaal geen fietspaden mag weghalen. De gemeenteraad spreekt over een ernstige situatie, dat het hier fout is gegaan. Dat moet niet nog een keer gebeuren. Ik ben boos, de raad is boos en de bewoners van de Merenwijk zijn boos. Plus alle fietsers die nou zeg maar nog maar één fietspad hebben om de Zijlbrug over te gaan. En die lopen ook nog gevaar ook. Het college heeft één kant van het fietspad opgerold zonder daar de juiste toestemming voor te hebben. En we hebben vanavond in ieder geval gevraagd of ze willen uitzoeken wat het kost om het weer terug te leggen. De wethouder bood de gemeenteraad dan ook haar excuses aan. De raad was een beetje boos. Heeft u fouten gemaakt wat betreft het fietspad? De raad was terecht heel kritisch. Het proces zoals de afgelopen periode is verlopen rond dat fietspad valt een hoop op te verbeteren. En we gaan met elkaar kijken hoe we de gevolgen zo goed mogelijk weer in orde kunnen maken. De wethouder heeft eerder deze week al aangekondigd aanvullende maatregelen te nemen. Je hebt sowieso een onderscheid te maken tussen hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. En dan wordt het beter voor de fietsers. Dat vind ik ook echt heel erg belangrijk. We moeten misschien nog wel iets in de planning doen om te zorgen dat die doorgaande fietsroute er ook zo snel mogelijk komt. Tegelijkertijd is er nu met name zeg maar, op het kruispunt van de Sumatrastraat en de Willem de Zwijgerlaan, heb je kans dat met name tussen 7:15 en 8:15 het daar heel druk is. En daar moeten we gewoon heel goed opletten dat je daar zodanig de boel inricht en ook de stoplichten afstelt. En tijdelijke maatregelen treft om echt te voorkomen dat daar ongelukken gebeuren. Voor het eerst in zijn loopbaan als directeur van de Leo Kannerschool in Oegstgeest heeft Douwe Splinter leerlingen moeten weigeren. De nieuwe coalitie weigert deze zomer geld te steken in een nieuw pand. Vreselijk vindt hij het, maar we hebben echt niet meer ruimte, zegt hij. Roostertechnisch past het niet om nog meer klassen te formeren. De rek is eruit. De Leo Kannerschool moet al jaren een nieuw schoolgebouw. De gemeente had geld gereserveerd voor een nieuw pand. Maar de nieuwe coalitie van VVD, Pro en CDA heeft besloten een groot deel van het geld ergens anders aan te spenderen. Douwe Splinter wil nu zelf aan de slag om een nieuw gebouw te laten bouwen. En dat is hard nodig. Slechte isolatie, slechte ventilatie. Ramen moeten tegen elkaar opengezet worden. De GGD heeft daar een onderzoek naar gedaan. De luchtkwaliteit, zowel in het hoofdgebouw en de hele benedenverdieping, als in het gebouw hierachter waar we met 6 groepen zitten, is echt heel erg onvoldoende. Douwe Splinter zegt, we zijn zelf een plan aan het ontwikkelen voor een nieuwe inrichting van onze huidige locatie en willen dit voorleggen aan de gemeente met de gedachte hen enthousiast te maken. Graag willen we hier, aan de Hazenboslaan, een nieuwe school realiseren. We willen verbinding leggen met de bewoners van Oegstgeest. Het zou heel mooi zijn als hier boven ons arbeidstrainingscentrum iets van zorgwoningen zouden komen of sociale woningbouw. Dat als we in het praktijkcentrum hier beneden bijvoorbeeld een mooie lunchroom hebben of een fietstechniek hebben, dat we de mensen van boven naar beneden kunnen halen. En onze leerlingen met stages, interne stages, het gebouw daarboven in kunnen. Met zorg en welzijn iets voor de ouderen van Oegstgeest kunnen doen. Om elkaar te helpen. In Leiden moet ook wat gebouwd worden. Studentenwoningen. Maar liefst 2700 zijn er bij aanvang van het studiejaar tekort. En dat levert vervelende situaties op. Stefan Wiske uit Duitsland doet er nu een uur over om van Leiden naar zijn tijdelijke vakantiewoning in de duinen van Noordwijk te fietsen. Eind oktober moet hij weer wat anders gevonden hebben. Echt tevreden zijn hij en zijn huisgenoten daar natuurlijk niet over. I feel like the situation could be better suited for us since we're not actually at vacation. We're right now at the seaside, but I don't study the sea. I rather study at the university. Daar komt bij dat ze ongeveer €600 huur moeten betalen en de slaapkamer moeten delen. Volgens Rood, de jongerenafdeling van de SP in Leiden, is Stefan zeker niet de enige met dit probleem. Want ook op deze camping in Leiden bivakeren buitenlandse studenten. Ja, wij denken dat die nood best wel hoog is. We hebben een evenement hadden we georganiseerd.
waarin we eigenlijk met de internationale studenten wilden hebben over die kamernood. En daar kwamen heel veel mensen op af. En op het evenement op Facebook stonden ook heel veel mensen op gaan en geïnteresseerd. Dus wij denken dat het wel echt een onderwerp is wat heel erg speelt. There are many students like me who just don't have any rooms here to stay at Leiden. So the situation is really hard and the Leiden University should do something regarding this issue as soon as possible. Een van de oorzaken van het tekort aan studentenwoningen is dat universiteiten het makkelijk maken voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. De vraag is nu of daar niet een maximum op moet komen te staan. The Netherlands will be losing a lot of international students and those international people if this continues. Nou ja, er komen meer internationale studenten. Dus in die zin denk ik, met meer studenten is de kamernood ook hoger. Maar dat komt ook vooral omdat de universiteit niet echt een maximum heeft van het aantal internationale studenten wat mag toestromen. Bovendien verdienen ze ook heel veel aan die internationale studenten. Veel meer dan de Nederlandse studenten. Het is prima als je veel studenten binnenlaat, maar neem dan ook de verantwoordelijkheid om dat op te vangen. Maar voorlopig is het nog niet zover. En dus moet Stefan nog even improviseren. In Zoeterwoude krijgt het nieuwe afvalbeleid dit najaar kritiek. Er moeten sommige bewoners met de auto het huisvuil wegbrengen. Ik ben niet van plan om voor al mijn buren het afval weg te gaan brengen in mijn auto. Te veel. Het wordt te veel, ja. Zeker als je al ziet wat we voor elkaar betekenen. En dit mag niet zo zijn. Want stel, ik heb geen auto. Moet ik dan op mijn fiets op mijn bagage dragen met een 60 liter zak? Nou, nee. Alles bij elkaar is het meer dan 3 kilometer rijden om de zakken naar de dichtstbijzijnde container te brengen. En dat terwijl het restafval bij de buren aan de andere kant van het weiland wel gewoon opgehaald wordt. Maar dat doet de gemeente Alphen aan de Rijn. Kunt u zich voorstellen dat ze het daar erg vervelend vinden? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want als zij met haar zakken moeten gaan, aan de wandel moeten gaan, dan moeten ze wel een eindje weg, denk ik. Kortom, zoals het bij de buren gaat, willen ze het hier ook. Maar voorlopig lijkt er weinig te veranderen. Wat zegt de burgemeester? Ja, de burgemeester die heeft zich geloof ik in het hele dorp al afgesproken dat als ze het niet zelf weg kunnen brengen, dan kunnen ze haar bellen om het vuil op te halen. Dan komt ze langs. En ja, en vorige keer heel stoer in de raadsvergadering. Nou, ik heb nog niemand heeft er nog gebeld. Ja, wie gaat nou vreesnaam de burgemeester bellen om het restvuil op te halen bij hun thuis? Dat is toch iets wat je niet normaal gesproken gaat doen? Inmiddels is de situatie daar onveranderd. Er is wel een onderzoek gestart. Wat wel veranderde, waren wij zelf. Ja, Unity.nu. Zo was er eerder Unity.nu, Unity TV en Unity FM. Op 1 oktober werd het allemaal Unity.nu. Allereerst hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe Unity.nu. De plannen klinken ons als muziek in de oren en wij vinden het heel erg leuk en constructief. En ik denk dat de regionale samenwerking zeer bevorderd zal worden door zo'n regionale .nu. En ik verwacht er veel van jullie. Ja, daar kan ik niet veel aan toevoegen, behalve dat ik net de app gedownload heb, Unity.nu. Wat vindt u van de nieuwe plannen van Unity? Nou, ze laten in elk geval zien dat er echt veel ambitie is om gewoon lekker aan de slag weer te gaan. En dat waren jullie natuurlijk al, maar nog meer pit erin om met elkaar met een lokale omroep heel veel informatie te kunnen geven, maar ook op een andere manier bij te kunnen dragen aan beeldvorming, opinie, nieuws en mensen gewoon daarin en mee te helpen. Ik vind het geweldig wat jullie doen. Lijkt me goede plannen, maar ik vind sowieso Unity altijd leuk om naar te kijken. En groen is natuurlijk onze lievelingskleur, dus ja. Het houdt de gemoederen van de omwonenden van het Heelblaadjespad in Leiderdorp flink bezig. De nieuwbouwplannen bij de menswording. De voormalige kerk is verkocht aan ontwikkelaar Pluis Participatiegroep BV. En die willen ruim 20 appartementen bouwen. De grond had nog een maatschappelijke bestemming, maar dat moest dus een woonbestemming worden. Om te peilen wat de gemeenteraad van de plannen vindt, wil de wethouder Willem Joosten alvast een conceptplan van Pluis BV bespreken. We hebben aan Pluis gevraagd, oké, kom met een schets, een idee, zoals jullie voorzien dat daar gerealiseerd kan worden. Vervolgens hebben we dat eigenlijk ook juist omdat het zo gevoelig lag, daar niet de opdracht toe gegeven om een voorbereiding voor een bestemmingsplan aanvragen in te doen, maar even een principeverzoek in te dienen waar wij als college een besluit over hebben genomen. Die hebben we vanavond hier in het forum besproken. Daar hebben ook omwonenden en iedereen, ook mensen van de kerkgemeenschap, iets over kunnen vinden. En de vraag was eigenlijk van ja, vinden jullie het goed dat wij daar woningbouw gaan realiseren? En zo ja, onder welke voorwaarden? Of willen jullie dat bijvoorbeeld niet? En vanavond is gebleken dat de meerderheid van de raad dat wel wil. Weliswaar onder voorwaarden. Verkeer, parkeren,
privacy, hoogte, zeg maar de standaard dingen die er bij dit soort bouwprojecten om de hoek komen kijken. En met die opdracht gaan we eigenlijk terug naar Pluis en zeggen, nou, heb je gekeken wat de raad erover heeft gezegd en kom met een goed voorstel. Een meerderheid van de raad is dus voor de komst van woningen. Maar dan moet het huidige plan flink aangepast worden. Waar de discussie over gaat is, nou, de plannen waaraan nu wordt gedacht, passen die in wat de raad wil? Of moet het een hele andere kant op? Nou, wat D66 betreft, passen die plannen in welke kant het op moet. Maar er moet wel veel meer aandacht zijn voor verkeersveiligheid. Want dat is echt op dit moment niet goed genoeg. Maar er zitten ook een hoop goede elementen in het plan. En die moeten ook behouden blijven als er straks een ander plan komt. En dan heb ik het over duurzaamheid. Dan heb ik het over soorten woningen die daar worden gerealiseerd. Dat moet niet opeens heel anders worden. Maar het bestemmingsplan zelf, de wijziging, die komt nog een keer in de raad. En dat is over een paar maanden pas. Inwoners waren verrast door het nieuws dat er een appartementencomplex komt. Maar ook zij hebben nog mogelijkheden tot inspraak. Normaal gesproken vindt die participatie plaats in het traject wat we nu eigenlijk pas ingaan. Dus we gaan ervan uit dat de ontwikkelaar daar ook maximaal op inzet. De verwarring is een beetje ontstaan doordat we in deze situatie een iets andere aanpak hebben gekozen. Waarbij we een deel van de planvorming al wat naar voren hebben getrokken. En je ziet dat dat nog niet heel erg duidelijk is. Natuurlijk is het ook als bestuur voor ons heel belangrijk dat we aan participatie doen. Dus Pluizen zal ook met de pet rond moeten gaan, met de plannen rond moeten gaan. Voor de inspraak om te kijken van wat haal ik op uit de buurt. Dat is voor ons ook heel belangrijk. En daar zullen al die aspecten gewoon aan bod komen. En daar de uitkomst van zal anders teruggekoppeld worden. Niet alle partijen zijn het eens met de komst van woningen op die locatie. Het CDA en ChristenUnie zien liever de maatschappelijke bestemming behouden blijven. Nou, wij vinden dat er in iedere wijk sowieso een maatschappelijke plek moet zijn waar mensen kunnen samenkomen, ook uit het oogpunt van de buurt, om samen dingen te doen, samen te ondernemen, samen de schouders eronder te zetten en samen ideeën te delen. En dit is nu natuurlijk een hele mooie locatie daar. En ja, als we dan spreken, en dat is het debat, spreken we over maatschappelijk naar woningbouw. Dan gaan we eerst kijken van wat kunnen we maatschappelijk houden. En dan pas gaan we naar woningbouw. Dat is eigenlijk onze insteek. Maar woningbouw is ook belangrijk, toch? Zeker, en daarom pleit ChristenUnie SGP er ook totaal niet voor om niet voor woningbouw te gaan. Wij kiezen ervoor om deze casus eerst maatschappelijk te zien. En kijk bijvoorbeeld naar de ROC-locatie. Daar hebben we ook voor de verkiezingen aangegeven dat we daar woningbouw totaal op in willen zetten. Dus wat dat betreft, ChristenUnie SGP is zeker voorstander van woningbouw, maar niet in deze casus. Wethouder Jef Gardeniers stuurde een e-mail van ontwikkelaar Pluis door naar mensen buiten de gemeenteraad. En dat mocht niet. En dus moest hij opstappen. Een vervanger werd gevonden. Daan Binnendijk. Gewaarlijk help mijn God almachtig. Dank u wel. Met Binnendijk komt het Leidendorpse college weer op volle sterkte. Binnen de Leidse regio is Binnendijk een bekende CDA'er. Hij heeft ruime ervaring in politiek en bestuurlijke functies. Hij was onder andere wethouder in Rijnsburg, Katwijk, Voorschoten en nu dus in Leidendorp. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is helemaal nieuw weer voor me, deze gemeente. Wethouderschap heb ik natuurlijk al vaker gedaan, maar Leidendorp is helemaal nieuw. En ik sta te popelen om Leidendorp te verkennen en om voor Leidendorp aan de slag te gaan als wethouder. Het college is vanavond op volle sterkte gekomen. Ik ben er blij mee. 2019 wordt onder andere het jaar van Naturalis. De nieuwbouw van het museum heeft eind dit jaar het hoogtepunt bereikt. Letterlijk. Dit is de dinozaal. Deze is 12 meter hoog. Daar komt onze T-Rex, maar er komt ook de langnek. Daarom is hij ook zo hoog, want je hebt enorm veel ruimte nodig om alle dinosaurussen hier te laten zien. En er komt een dino experience, waarin je terug kan reizen in de tijd, naar de tijd van de dinosaurussen en ze daar zien terwijl ze daar leven. Opvallend is natuurlijk de gevel van het grootste nieuwe gebouw van Naturalis. Sommigen zien er bloemblaadjes in, anderen een honingraad. Je ziet er toch vormen uit de natuur, zie je erin. En het hoeft, we maken niet iets heel precies, dus iedereen mag er hetzelfde in leggen. Maar het belangrijkste is dat als je het gebouw ziet, dat je meteen denkt van, dat moet wel het Natuurhistorisch Museum zijn. Dat moet Naturalis zijn. Binnen komen er 9 zalen waar geen daglicht te zien zal zijn. En dat heeft een speciale bedoeling. Dus we willen dat als je naar binnen gaat, dat je echt in de ijstijd bent. En dat je even vergeet dat je in Leiden in het nu bent. Of dat je in de tijd van de dinosauriërs bent. En de bedoeling is eigenlijk dat als je hier bent geweest, dat je naar buiten komt en dat je denkt van, wat is de natuur toch prachtig. Er moet nog veel gebeuren, maar volgende zomer opent het museum de deuren weer. En tot zover het Unity.nu jaaroverzicht van 2018.
We wensen iedereen een fijn 2019 en tot in het nieuwe jaar. Proost. Proost.